De regering staat nog steeds achter de total lockdowns in het weekend. Dit zei minister Amr Ramadien van Volksgezondheid vandaag voor de raadsvergadering. De bewindsman is van mening dat de total lockdown door de week op dit moment niet nodig is. Hoewel de situatie in de ziekenhuizen alarmerend is, denkt Ramadien dat de weekend lockdowns wel effectief zijn bij de bestrijding van het COVID-19-virus. De total lockdowns waar we nog achter staan, dat is voor het weekend. En ook die zijn aan de evaluatie nodig om te kijken of ze werken. En naar onze inschatting werken ze en hopen we dat we snel die dalingen beginnen te zien. De bewindsman benadrukt dat de druk op de intensive care afdelingen enorm groot is. Gisteren was er al een IC-bed tekort. Er is hard gewerkt aan de opschaling van aangepaste IC-faciliteiten. Er zijn 6 IC-plekken extra gemaakt. Maar dat neemt niet weg dat bij een stijging we steeds meer en meer bedden nodig zullen hebben. Het heeft te maken niet alleen met faciliteiten. Er is genoeg beademingsapparatuur. Er zijn genoeg equipment, maar we hebben de human resources niet. En punt 2 is de opschaling van de COVID-zorg zal ervoor zorgen dat de reguliere zorg verder onder druk komt te staan. We moeten ook kunnen garanderen dat personen met reguliere klachten, acute reguliere klachten ook opgevangen moeten worden ergens. Dus onze reguliere IC is vol, onze COVID-IC is vol. Er is dus heel veel inventiviteit nodig en daar kom ik net uit die meeting waar we dus samen met de ziekenhuizen proberen nu om een reddingsplan snel in elkaar te hebben. Minister Amr Ramadien van Volksgezondheid. Hij zegt dat de weekend lockdowns tot nu toe werken en vraagt de samenleving de Mohana-maatregelen in acht te blijven nemen.